Evangelische Kerkgenootschap, 58.3% heeft toegegeven dat zij seks hebben voor het huwelijk. Wat betekent dat? Dat ik moet zeggen dat ik dat relatief laag vind. Lager dan ik zo op het. Als iemand mij had gevraagd, schat eens hoeveel mensen het voor het huwelijk doen, dan had ik de cijfers aanzienlijk hoger. Ik vind die 58 verrassend laag. Ja, dat geeft aan dat er sprake is van een opmerkelijke zedigheid van de Nederlandse bevolking. En maar dit is niet de Nederlandse bevolking, dit zijn de zwaar gelovigen. Ja. Die ook voor het huwelijk geen seks mogen hebben. Dan valt het me nog mee eigenlijk. Een goede score. Ja. In die hoek, weet je. De Hakenbeek had het kunnen overtreffen. Ja. Zij schamen zich ongetwijfeld voor deze cijfers. Dat zal wel het geval zijn. Maar ik zou zeggen, dat geeft aan dat het normale mensen zijn waar je wel eens over twijfelt. Dus in deze zin is het weer positief nieuws. Jan, ben jij verrast over dit cijfer? Positief of negatief? Nou, ik vind het ook laag. Je moet zeggen dat je het niet doet, maar wel doen natuurlijk. Alhoewel, het is veel hoger, maar ze zeggen het niet. Maar het is nog hoger, wou je zeggen. Ja, het is nog hoger eigenlijk. En ze hebben genoten. Ja. Dat ook natuurlijk, ja. Nee, ik geloof niet dat zij zouden liegen. Dus in die zin denk ik dat het vrij betrouwbaar. Je hebt ook studenten uit de zwaar christelijke streken en milieus. En dat is eigenlijk de meest betrouwbare sector die er is. Als die zeggen het is maandag klaar, dan is het ook maandag klaar. Hoe weet u dat zo, ervaring als docent? Ja, dat zijn er dus een betrekkelijk kleine groep van uit die christelijke kringen. En die gedraagt zich toch wel significant anders dan de moderne student. En kijken die ook niet af bijvoorbeeld? Spieken die niet? Dat weet ik niet. Spiekerij heb ik mondelijk genoeg in al die 33 jaar nooit meegemaakt. Of let u er niet op? Niemand heeft ook ooit geprobeerd om mij om te kopen bijvoorbeeld. Ach. Ja. Kun je wel orde houden? Nou, je moet ermee rekenen dat met name eerstejaars student is het moeilijkste publiek waar je voor je kunt spreken. En hoe leuk je het ook doet en hoe interessant het onderwerp ook is en hoe wereldhistorisch het allemaal ook niet. Er zijn altijd drie meisjes die elkaar vakantiefoto's laten zien. Daar moet je van uitgaan. En dan zeg je er wat van en dan zijn ze ook enorm geschokt dat ze dat gedaan hebben. Dat was helemaal de bedoeling niet. En toevallig zijn ze aan die foto's begonnen en werd het gezellig. Dus nee, in die zin echt perfecte orde kan volgens mij vrijwel niemand. Maar wat doet u dan als je die vakantiefoto's zeg je eruit? Of, Nee. Of je doet daar de normale dingen die een docent doet, mag ik ze ook zien. En dat soort van flauwiteiten. En meestal zijn ze dermate geschokt over hun eigen wangedrag, wat ze daarvoor niet als wangedrag hebben gezien. Wangedrag? Ja. Ik vind dit wel wangedrag, ja. Ja, meen je dat? Het laten zien van vakantiefoto's is wangedrag. Toen jij naar college ging, nam je altijd een mapje mee met de meest recente herfstvakantie. En de docent was nog niet begonnen. Of je zei tegen je buurman, moet je eens kijken hoe lollig ik op Schiermonnikoog ben uit geweest. Ja, maar wangedrag is toch iets anders? Ja, ja. Dat is volgens... Hallo, in de onderwijssituatie is dit wangedrag. Kennelijk hebben jullie een hele andere definitie van wangedrag. Ik bedoel, wat stellen jullie dan voor dat wangedrag is bij een eerstejaars hoorcollege? Nou, dat ongeveer geen stoel in de grond blijft zitten, bij wijze van spreken. Nou, niet dat je vakantiefoto's aan je buurvrouw of buurman laat zien. Dat valt wel mee, Ik vind het niet handig, maar wangedrag vind ik wat, ja. Dus klein maar goed, ik vind het wel leuk, klein leren we wat. Ja. Nou, ik moet zeggen dat ik de eerste keer dat mij dat overkwam, het was ook trouwens de laatste keer, vond ik het. Maar dat zijn toch interessante voorbeelden om vanuit te generaliseren. Vond ik het eerlijk gezegd een opmerkelijke zaak. En zag ik het ook als docent, vind je het niet prettig. Jij lijkt me nou juist een intelligente leraar die via die vakantiefoto's nog wel eens een en ander kwijt kan aan het intellect van de leerling. Ja, dan zeg je mag ik ze zien en je houdt een korte verhandeling over hoe dat in elkaar zit en zo. Maar nee, ik zie het toch in de sector wangedrag. Okay, nou, duidelijk. Ook mensen die gaan zitten eten bijvoorbeeld tijdens het voorlezen. Dat vind ik iets anders. Vooral appels, hè, want dat maakt zo'n enorm... zwaar krakend geluid, vooral bij de gezonde, stevige appel is dat zo. En rookt u tijdens college of als u college geeft? Ik rook niet meer. Ik heb al heel lang niet meer op college gerookt. Ik stak er nog eens een op en toen bleek de zaal vol te zitten met astmapatiënten die een soort collectief... Dus die waren snel weg? Nee, die hebben mij gezegd dat ze dat niet konden accepteren. Toen ben ik opgehouden met op college te roken, wat ik ontzettend jammer vond. Omdat het roken van een sigaret, daar kun je van alles mee. Daar kun je aardige pauzemomenten mee maken. Je kunt een stilte laten vallen. Hè. Vooral door een stilte te laten vallen krijg je de concentratie van de studenten weer terug. Dus roken voor de klas is iets fantastisch om te doen. Maar het kan nu al jaren niet meer. Dus het
gebeurt niet meer. Helpt het als u er nou in opsteekt? Ik rook nu al bijna 4 jaar niet meer. Dus ik heb ook tot op dit moment er niet aan gedacht om er eentje op te steken. Nee. Dan hebben we nog een nieuwsonderwerp, Frits. Ja, want kaas is zo Hollands als kaas Hollands kan zijn. En wat blijkt nu? Je hebt een schaal van 5 met gezonde voeding. Met u praten, vrijdag wordt in de ministerraad gediscussieerd over het feit dat het kabinet onder andere meer eenheid moet uitstralen, beter naar de bevolking luisteren en vooral meer daadkracht tonen. Als u dit zo tot u hoort, wat denkt u dan? Ja, dan denk ik dat is symboolpolitiek. Dat die daadkracht die had je dan eens eerder moeten tonen. Zeker in dit geval leek het mij handig als Balkenende niet 2 weken later zou hebben gezegd, ik had geen tijd om, maar dat hij bijvoorbeeld direct in de Linnaeusstraat was verschenen en dat hij misschien ook op de Dam bij die demonstratie zou zijn geweest. Ik vind het geen tijdargument nou niet zo verschrikkelijk overtuigend. U vindt dat hij daar had moeten zijn op die bijeenkomst? Ja. In plaats van mevrouw Verdonk? Nou, in plaats van. Wat mij betreft hadden ze allemaal mogen spreken en allemaal op een oud pannendeksel mogen slaan. Daar gaat het nou niet om. Maar ik vind wel dat hij daar had moeten zijn. Ik vind om dan 2 weken later te zeggen van ik had geen tijd, vind ik een beetje wonderbaarlijk eigenlijk gezien de gebeurtenis. Maar er wordt hier ook vaak aan tafel is hier gesproken over de manier waarop de minister-president het zegt. De manier van praten. Nou kijk, het is duidelijk dat Balkenende nou niet gezegend is met veel charisma. En dat het is een intelligente man die wel bespraakt is en die wel zijn boek heeft gelezen. Wat voor politieke leiders op zichzelf al een heel bijzondere trits van eigenschappen is. Maar die op het scherm geen overtuigende indruk maakt. Ik vond eigenlijk opmerkelijk dat uit opinieonderzoek bleek dat men terugverlangde naar Wim Kok. Terwijl ik daar toch, ondanks Balkenende, nog helemaal geen last van heb gehad. Nee. Maar wij spreken, wie dat wel had, was dan Pim Fortuyn. Die had dan alles wat Balkenende niet heeft. Nou, dat vinden jullie, want ik... Nou nee, op het scherm. Ik bedoel het charisma waar u het over heeft. Nou, charisma. Ja, hij spatte van het scherm af. Ja, hij deed op het scherm heel leuk, maar toch weer niet zo leuk dat ik ooit in de verleiding ben geweest om mijn stem uit te brengen. Waarmee ik wil aangeven is het... We doen daar zelf ook aan mee, maar maken we het charisma niet te belangrijk? Gaat het niet om wat je zegt en de inhoud? En maken we de vorm niet te belangrijk? Nee, het is een combinatie. Het is niet alleen maar charisma. Het is niet zo dat je alleen maar met charisma vooruit kunt in de politieke wereld. Maar het is wel zo dat charisma een zekere rol speelt, omdat de televisie natuurlijk het belangrijkste medium van de politiek is geworden. We hebben net de Amerikaanse verkiezingen achter de rug, Kerry en Bush. Bush heeft een zeker natuurlijk charisma in de zin... dat hij, hoewel hij komt uit een van de netste en rijkste Amerikaanse families, heeft hij een zeker talent om de eenvoudige boerenlul te spelen. Dat is een talent. Kerry heeft dat talent bijvoorbeeld niet om de eenvoudige boerenlul te spelen. Die maakt altijd een wat afstandelijke, lichtelijk arrogante indruk. En het is heel moeilijk om van die, laten we zeggen, niet-verbale signalen om daarvan af te komen of om iets anders te leren. Ik denk zelfs dat op een goed moment helemaal niet mogelijk is. Maar pleit het niet voor Balkenende dat hij dat niet kan, de eenvoudige boerenlul spelen? Dat pleit toch ook wel dat een beetje voor hem? Dat pleit zeer voor hem, maar ik zou hem toch adviseren om een logopedist te raadplegen. En met name om dat eigenaardige mitrailleurtempo van de verbale productie, om dat wat te verminderen. Dat moet te leren zijn. Ja. Waarbij hij bovendien nog de wonderlijke handicap heeft dat door de beweging van zijn lippen lijkt het of hij nog 2 maal zo snel spreekt dan hij daadwerkelijk doet. Ja. Waardoor je alleen van het kijken al zo dood nerveus wordt dat je denkt, misschien moet ik toch even naar het voetbal gaan kijken. Is het fenomeen boerenlul, overschat je dat nou niet? Ik bedoel, daar vallen Amerikanen toch ook niet op. Clinton was geen boerenlul. Nou, kennen die niet? Ja. Ik vond Clinton nou juist een vrij overtuigende boerenlul. Hè? Ja. Waarom? Bubba, de zuidelijke man, de charme van het vlees en van de motoriek en van de overtuigende stem. Nee, Clinton was natuurlijk iemand met een immens charisma, werkelijk nog veel groter dan dat. Ja, van Bush, als je dat al vergelijkt met Bush. Zeker. Dus dat, nee, ik denk dat deze soort. Je kunt het betreuren dat het zo is. Maar het is een element in alle politiek waarbij de televisie het belangrijkste medium van de politiek is geworden. Ik denk wel... Ja, maar dan is die Bush dan toch een klungel? Vergeleken met Clinton wel. Maar vergeleken met Kerry... Nee, maar even puur zo op zich... Ja, nou, ik heb dat eerste debat gezien, dat was echt 10-0.
Nee, en de tweede ook, en de derde ook. Maar, ja, nee, maar goed, Kerry kwam er toch veel beter voor. Ten aanzien van de inhoud en van de zogezegde dossierkennis... ja, was het duidelijk dat Kerry verreweg de beste was. En ook qua presentatie, weet je, die hakkelende vertoning van nee, die maar jij zit daar ook veel te veel naar te kijken... als de intelligente krantenlezer die er ook een beetje verstand van heeft. Je moet denken aan de modale boerenlul... Ja. Die thuis op zijn lichtsleetse bank met zijn sixpack op schoot... naar de televisie zit te kijken. Ja, die kijkt naar een boerenlul. En zou dat echt die identificatie... Jan. Nou, zelf denk ik ook... Werkt dat? Ik denk dat de belangrijkste factor in Bush een overwinning is geweest... de nageloei van 11 september... En het feit dat veel Amerikanen toch gedacht hebben... hij heeft misschien niet alles goed gedaan... maar hij heeft in die maanden een enorm belangrijke rol gespeeld. De natie bij elkaar gehouden, leiding getoond. Dat is denk ik de factor in de verkiezingsoverwinning. Maar ik proef toch uit die woorden dat hij... omdat hij zich op televisie een grotere boerenlul toonde dan Kerry... heeft hij groot deel van het niet-intellectuele volk kunnen overtuigen. Jullie gebruiken dat woord boerenlul steeds zo... dat ik de indruk heb dat het een enigszins pejoratief karakter heeft. Maar misschien zou ik moeten zeggen de gewone man of zo... of de man in the street of Joe Sixpack of weet ik precies. Van dat zoiets in die geest zijn verschillende en is dat zo belangrijk dat je dus overkomt als de man in the street... als de gewone man, mag je inderdaad dan niet meer in deze... functie laten zien dat je een boek gelezen hebt. Nou, dat kan... je een zekere kennis nee, hebt. Bush past wel op om te laten zien dat hij een boek heeft gelezen natuurlijk. Dat moet je zeggen. Dat maar heeft hij het gelezen ook? Heeft hij wel een boek gelezen? Maar dan zie jij in de Nederlandse politiek zo'n figuur. Nou, verreweg het grootste tv-talent in de Nederlandse politiek is Wouter Bos. Ja. Wouter Bos namelijk een echt aan voor de camera het grootste talent. Maar het is geen jongen van de straat? Of nee, nee, helemaal niet. Maar Jan Marijnissen? Marijnis is een voortreffelijke parlementariër... maar ik denk als tv-politicus een iets minder dan Wouter Bos... dat de Partij van de Arbeid teruggekomen is in januari 2003... zij volledig 100% te danken aan Wouter Bos... die zich in al die malle debatten die we toen gehad hebben... Nou, echt perfect aan de regels van de televisie. Vindt het allemaal malle debatten, dat wel? Ik vond het allemaal vrij malle debatten. Ja, ik was er niet diep van onder de indruk, eerlijk gezegd. Goed, we gaan naar de reclame. Na de reclame treedt Dene Krossum... Colin Powell, de minister van Buitenlandse Zaken in Amerika... maakte deze week bekend dat hij geen tweede ambtstermijn onder Bush wil hebben. Is hij weggepest of wilde hij zelf, denkt u? Hij wilde zelf. Hij heeft altijd gezegd dat het in principe om één termijn ging. Maar het schijnt, er lopen geruchten... dat hij in de afgelopen maanden wel bereid zou zijn geweest... om nog enige tijd te blijven. Niet de 4 jaar, maar enige tijd... om eventueel nieuwe initiatieven te ontplooien ten aanzien van het verbeteren van de relaties met de Europese bondgenoten, ten aanzien van de verbetering van de situatie Israël-Palestina. Maar dat op die suggestie eigenlijk niet is ingegaan. Dat men dat misschien wel wist in het Witte Huis, maar besloten heeft, nee, dan maar niet. Nu was hij volgens de kenners een redelijke minister van Buitenlandse Zaken. Als je het afzet tegen, als we de kranten en de opinieleiders mogen geloven... maar daarom is de vraag ook aan u gericht, u weet er veel van. Condoleezza Rice wordt zijn opvolgerster. Zij schijnt een vrouw van de harde lijn te zijn. Het woord havik zie je af en toe ook in de kranten verschijnen. Is zij... Nou, ik geloof niet dat ze een vrouw van enige lijn is, behalve de lijn van haar baas... Dat was ook tijdens de presentatie vrij duidelijk zichtbaar... ook in de niet-verbale communicatie, zal ik nu maar even zeggen... waar we het er straks ook al over hadden. Zij is in feite niet de loopjongen, maar het loopmeisje van het Witte Huis... wat gedetacheerd is in het State Department. En in feite is dat een hele onverstandige benoeming... omdat de minister van Buitenlandse Zaken... het zou veel beter zijn dat ze in zekere zin toch een zelfstandige positie had... en ooit wel eens tegen de president zou kunnen zeggen... Is dat wel verstandig? Zou je dat wel doen? Zou je niet iets heel anders doen? Dus in die zin geloof ik, en dat was ook trouwens, dat zit ik nog niet ter plekke te verzinnen, dat was de algemene reactie ook in de Verenigde Staten, dit is geen verstandige benoeming. Net zo min als de minister van Justitie, die González, dat is ook geen verstandige benoeming. Is hij nog erger dan hij er was? Dat kan niet. Dus dat wat dat betreft is een marginale verbetering. Als je die lijn dan doortrekt waarvan zij eigenlijk het loopmeisje is, wat heeft dat dan bijvoorbeeld te betekenen voor de oorlog in Irak? Nou, het gerucht gaat dat Rumsfeld er niet uitgelazerd is... omdat als dat gebeurd zou zijn... dat ze dan impliciet zouden hebben toegegeven... dat er in Irak toch enorme fouten zijn gemaakt... en dat dat de reden is... omdat deze administratie is weigert ooit op welk moment dan ook... waar ook maar toe te geven dat ze ooit iets fout hebben gedaan. Ze hebben namelijk altijd alles goed gedaan. Maar goed, mocht u dat niet geloven... kijk dan gewoon naar de televisie, maar...
dat daar in Rumsfeld is blijven zitten. Ja. Dat de hele veranderingen die zich nu hebben gemanifesteerd tot op heden, we weten nog niet hoe dit patroon verder zal gaan. Maar je kunt ook niet de hele ploeg naar huis sturen. Dus er is een soort van einde aan wat je kunt doen. Duidt erop dat het bestaande beleid simpelweg zal worden voortgezet. Maar hoe komt Amerika? Dat is een overeenstemming, ja, denk ik, met het karakter van de president. Dat Powell weg is, heeft dat ook in de verte een beetje te maken met die onvoorstelbare vertoning toen in de Verenigde Naties in die vergadering? Dat met die flip-over. Nee, dat is zeker niet de reden dat die verdwenen is, want die vertoning... Die nee, maar wij spreken in zich voor zichzelf, dat hij zelf daar nog altijd een soort... Nee, ik denk dat Paul is een intelligent man. Hij zal zich realiseren dat zijn reputatie natuurlijk in scherven ligt. Dat deze laatste 4 jaar van een spectaculaire carrière tegelijkertijd een mega mislukking zijn geworden. Vooral dat vindt hij dat moment. Vindt Bush dat ook? Nee, dat vindt Bush niet, want Bush stelt op prijs dat Powell loyaal is gebleven. Bush stelt op prijs dat Powell bereid is geweest op die 5 februari 2003, om dat materiaal te presenteren waarvan Powell op zijn minst vermoed moet hebben dat een aanzienlijk deel niet in overeenstemming was met de werkelijkheid. Ja. Goed, we gaan naar de reclame. Nog even de stelling. Balkenende heeft gelijk. Het past niet de woorden oorlog en vijand in de mond te nemen. www.barendenverdeuren.nl. En na de reclame praat... Dat de meerderheid voor die stelling zal zijn. En dat, ik hoop ook dat dat zo is. Want dan heeft de meerderheid die heeft het verstandige gelijk aan zijn zijde. Dus wat denkt u? Ik schat 63% voor. En Bart? Ja, zoiets denk ik ook al. 2/3 voor. 1/3 tegen. Misschien nog wel iets groter verschil. Maar jij, Jan, ik denk het minder. Wat denk jij? 51. Dan heb ik slecht nieuws voor jullie. 44% was het vanavond eens met de stelling en 56% oneens. Ja, dus het is slecht gesteld met Nederland, dat vindt u? Denken. Ja, dat betekent dat de modale Nederlander zoals gewoonlijk weer niet goed heeft nagedacht. Dus die vindt dat je de woorden oorlog en vijand wel in de mond moet nemen? Ja, heel stom. Ja, die volgt onze minister van Financiën, die ook op dit punt zich heel ongelukkig heeft uitgedrukt. Ja, hij heeft het zelf niet gebruikt. Hem is gevraagd. Een paar keer van, zou je de woorden oorlog mogen gebruiken? Toen heeft hij ja gezegd, maar hij heeft niet zelf de woorden gebruikt. Laten we daar niet even over kommazen. Typisch Nederland is een boek wat u geschreven heeft, boekje geschreven, waarvan ik aanraad dat iedereen maar moet lezen. Is het typisch Nederland dat wij geen nieuwe of een echte rechtse partij in ons land accepteren? Ja, dat is vrij typisch Nederland. Het Nederlandse politieke spectrum is eigenlijk vrij beperkt. En als je het vergelijkt met andere landen, is het vrij linksig in zijn algemene oriëntatie. Maar het is natuurlijk duidelijk dat de ontwikkeling van de afgelopen 20 jaar ter rechterzijde een aanzienlijke ruimte hebben gecreëerd. Je ziet ook hoe de VVD, traditioneel onze conservatieve partij, worstelt met die nieuwe ruimte. Want ze willen, aan de ene kant willen ze niet zich overgeven aan een soort van populistisch rechts. En anderzijds willen ze ook in het centrum blijven zitten omdat er meegeregeerd moet worden. En je ziet, nou, dat heeft er natuurlijk toe geleid dat Wilders uit die partij gedonderd is. Naar mijn idee wel enigszins terecht, maar dat betekent tegelijkertijd... Hij is er zelf uitgestapt, ja, maar het was maar wachten op wie dat besluit in principe zou nemen natuurlijk. Omdat hem de wacht was aangezegd of hij moest akkoord gaan met dat Turkije... Waarom je die zich daar zo druk over heeft gemaakt? Minor point. Komt dat over 15 jaar. Maar goed, nu zit de VVD weer met het probleem. En daarvan is denk ik ook het resultaat de kordate taal van de afgelopen dagen. Dat ze bang zijn een gedeelte van hun rechtervleugel aan Wilders. Maar je ziet in de polls dat hij aan het stijgen is. Daar Wilders, ben ik niet zo diep van onder de indruk eerlijk gezegd. Dat wou ik ook zeggen. Maar de verkiezingen zijn pas over 2003. Dat duurt nog wel even. Ja. En maar is Wilders, het plaats voor extreme, voor een echte rechtspartij? Zoals weet je wat? Ik vermoed dat daar wel een zekere ruimte voor is. Ja. Ik schat dat toch wel op kop. Je moet heel voorzichtig zijn. Dus niet typisch Nederland? Nou, echte dat weet ik niet. Het hangt er meer vanaf wat de dominante culturele en politieke traditie is. En wie het voorzit, bij wijze van spreken Wilders, schijnt wel aan te slaan. Het is ook de persoon die een beetje... Nou, dat kan en de presentatie... Ja, nee, maar goed, je moet niet van jouzelf uitgaan. Kijk, jij bent ook zo opportunistisch als de neten. Als ik zeg over die Bush dat hij niet... Ja, maar het volk is niet zo. Je moet recht in de lijn blijven.
oké, dat doelpunt heb je gemaakt, staat 1-1. En nee, ik zou je even zeggen, ik zal nog een grotere uitslag. Ik zal nog een grotere uitslag bekendmaken. Dit boekje. De inhoud, ik heb het gelezen. Lezenswaard, leuk. Je schoffelt de vooroordelen weg. Je geeft een prachtig beeld van Nederland. Waarom zo beroerd uitgegeven? Inhoud, uitgave 9-1. Ik wou het nog even in de voetbaltermen zeggen. Dat schikt jou wel niet, ben je maar het is wel waar. Tevreden met deze uitslag? Dat de inhoud enig is, maar... 9-1. Daar kan, ik moeiteloos mee leven. Hoewel ik er wel op moet wijzen dat mijn portret op de voorzijde staat. En ik neem aan dat dat dan geen onderdeel vormt van die 1. Maar dat lijkt wel Rostelli. Dat is de 1. Dat is de 1. Maar het lijkt Rostelli wel. Goed. Weet wel. Kan dat een beetje voornamer? Goed, we zijn er.